Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag ben ik hier terug voor jullie met meer GTA 5. En jongens, herkennen jullie deze gozer nog? Onze goede, oude, lieve, kleine, leuke, aardige Michael. En ja, ik heb Michael helemaal off-camera helemaal gepimpt. Ik heb hem een ander kapsel gegeven. Ik heb hem een leuke snor laten groeien. Ik heb hem een andere kleding aangedaan. En ja, ik wou jullie eigenlijk helemaal gaan verrassen en alles. En waarom hebben we een of andere negerin hier in huis? What the fuck? Nee, maar goed, ik wil Michael even wat andere kleding aandoen, jongens. Want ik vind het eigenlijk niet zo heel mooi en ja, we gaan eens kijken of Michael nog een mooi maatpakje heeft, want ik ben gewoon benieuwd of Michael nog eens een keer wat anders aan kan doen dan deze merk, want ik vind Michael een soort van ja, rijke gangster en dit is niet de echte outfit voor een rijke gangster, dus ja, eens even kijken, full suits, grey suits of top ass suit, grijs of blauw, zo ziet het echt uit als fucking James Bond. En James Bond is cool. Alleen zo ziet hij er meer uit als Michael. En Michael is cooler. Dus doen we dit. Oké, goed. Nou, oké, helemaal terug. Oké, goed. Nou, nu gaan we eens even kijken wat voor missies wij nog allemaal hebben. Ik zit te denken om een beetje die kanten van Lester op te gaan. Ik heb niet zo heel veel zin in een vraagtekenmissie vandaag. Waarom noem ik die dingen nog steeds vraagtekenmissies? Het zijn Strangers and Freaks of Strange and Freaking Hell missies of zoiets. Ik weet niet hoe die dingen noemen. Donder op, man. Ik heb geen gezinnige zeik vandaag. Echt serieus. Donder het op. Sniff die sniff, sniff. Oké, laten we gewoon eens even gaan kijken wat voor missies er allemaal openstaan voor ons. Even kijken. Franklin heeft nog steeds een home en missies hier. Laten wij gewoon maar eens die kant op gaan van Lester. Sure, why not? Ik wil wel eens kijken wat voor gabba dat is. Zijn er eigenlijk nog auto's in onze garage overgebleven van al die avonturen van laatst? Dus even zien. Helemaal nothing. Oké. Als je even zien. Maar hopelijk vinden jullie niet erg dat ik al dat werk off-camera heb gedaan. Want nou ja, anders was het weer een hele episode. Daar had ik niet zoveel zin in. Ik wil gewoon missies gaan doen in de afleveringen. En ik wil niet zoveel van die off-camera meuk doen. Zoals... what the fuck? Is dit nou gewoon zo'n... Dit is dezelfde fucking auto die die fucking... Hey mens, dit is diezelfde auto die Franklin toen had en die in één keer weg was. Ja, fuck jou met je middelvinger. Ik wil die auto, geef dat. Move it. What the fuck? Oké, spring maar op een auto, dit is me gereed. Wel, Michael heeft een nieuwe auto. Geweldig, dit is dezelfde auto die Franklin toen had. Ik vind het helemaal prima, ik vind dit een epische auto. Dit is een nieuwe auto van Franklin, want dit ding is namelijk fucking snel en daar hou ik wel van. Snelheid in GTA, ja, richting aanwijzen niet heel erg verkeerd zijn, meneer. Oh god, ik reageer gewoon verkeerd hier. Nou, gaan we eens even zien. Vroom. Hij heeft de uitlaat aan de zijkant. Oh, dat is chill. Ik vroeg me al af. Waar is dat vuur gebleven? En waar zijn de uitlaten van die auto? Nou, Michael heeft in ieder geval een supercoole sportauto. Dat is in ieder geval cool. Eens even zien. Het kan natuurlijk niet tippen aan het Bugatti Veyron natuurlijk. Maar whatever. Dit is ook wel leuk. En dit kunnen we helemaal pimpen en zo. En kunnen we Michael's midlife crisis autootje van maken. Hoeveel geld hebben we eigenlijk nog te besteden? Want misschien is dat wel een leuk idee voor vandaag eigenlijk. Gewoon Michael's midlife crisis autootje maken. Even kijken, hij heeft 6.000 te besteden. En hij had 7.000 voor dat knipgedoe. Dus wat we gewoon... Oh, hier is PN Spray. Fuck it. Fuck the system. Wij gaan onze ultieme midlife crisis auto maken vandaag. We gaan weer random doen, jongens. Dit soort dingen vind ik dan wel weer leuk om op camera te doen. Gewoon die hele random dingen zoals auto's customiseren en zo. En ja, dan kunnen we in ieder geval Lester fatsoenlijk gaan verrassen. Eens even kijken. Goed. Waar zit PN Spray eigenlijk? Ho, ho, ho. Ik zag hier een bot van customisatie. Eens even kijken. Ja, custom. Custom. Oké, dat is goed. Los Santos Customs. Oké, hierheen. Oké, goed. Gaan we onze auto even mooi pimpen en zo. Even een mooi kleurtje geven. Al die meuk. En dan gaan we gewoon in de volgende aflevering naar Lester. Toch of niet? Een Benefactor Veltzer Sportcar. Ik vind hem helemaal episch. Eens even kijken. Repair Vehicle, dat sowieso. Lekker duur alweer. Eens even kijken. Laten we eerst een leuk kleurtje aan het ding gaan geven. Eens even zien. Eens even kijken. Bumper, engine. Ah, respray. Daar hebben we dat. Primary Color. Nou, gewoon classic denk ik dan maar. En eens zien wat hebben we allemaal. We hebben... 1101 kleurtjes, oké. Ik wil echt iets boomings hebben. Daar is zoiets van, what the fuck is dat voor gek in die auto? Dat wil ik. Dus geen rood of blauw of zoiets. Gewoon iets super cools.
niet dit, want dit is niet Michael. Dit is meer Franklin, weet je wel? Gewoon meer Franklin. Dat is ook een heel leuk kleurtje. Jezus, salm. Ik snap niet waarom je met een godsamme salmkleurige auto wil hebben, maar ik vind het prima. Nou, oranje, nee, ook niet. Goud. Is dit goudkleurig? What the fuck is mis met GTA? Dit lijkt nog meer op goud. En dit is brons. Geel, ook niet lelijk. Race yellow. Yellow, ook niet. Ik ken half van die kleuren niet eens, jongen. Olive, nee, ook lelijk. Bright green, ook niet. Ik denk dat we dit moeten doen, jongens. Lime green. Die doen we. Lime green, oké. Okay. Goed, nou moeten we even een secondary color hebben natuurlijk. Respray. Hij heeft alleen maar een primary color. Oké, fine. Bij mij scheelt weer geld. Even kijken. Kunnen we niet iets van fancy smensies doen? Bumpers. What the fuck, bumpers? What the fuck heeft dit allemaal voor raar meuk? Dit is echt gewoon de raarste sportauto die ik ooit heb gezien. Allemaal van die vleugels aan de zijkant, dat hoef ik allemaal niet, hoor. Engine, fenders. Wat zijn fenders? Oh, dat zijn die dingen. Dat hoef ik niet. Horn. Lights, plate, respray, roof. Spoiler, nou beginnen we. Yes. Dat is goed. De GT Wing. Prima, even kijken. Wat zullen we nog meer doen? Banden. Banden. We moeten de banden nog even aanpassen. Transmission turbo wheels. Here we go. Wheel type. Nou, wat voor wheel type hebben we? Sport. Stockwheel Inferno. Dit is wel heel fancy. Alleen niet echt passend bij die auto. Diamond cut. Chrome. En meer kunnen we helaas niet. Want die rest hebben we niet unlocked. Geweldig. Even kijken, wat is dit? High-end, dat zegt mij wel. Oeh, wat is dit? Oh, dit is fancy. Wow, dit zijn wel hele mooie kleurige wielen. Of velgen bedoel ik. Geweldig. Doen we die. Oké. Okay. Zo, die zijn duur, hè. Even kijken, wat hebben we nog meer? Ik wil eigenlijk wel... Ah, kijk, je kunt de wielen ook kleuren. Geweldig. Of black. Of rood. Salm, jee. Oranje, nee, even kijken. Yellow, ook niet. Tam, tam, tam. Royal blue, baby blauw, nee. Dit. Ja, dat kan ik gewoon niet laten. Dat moet gewoon. Even kijken, we hebben nog 1000 over. Laten we het hierbij laten. Ik vind het wel prima. Ik hoef geen betere motor en dingen snel genoeg. Ik vind hem helemaal prima. Zolang het om het uiterlijk gaat van de auto. Vroom, vroom. Goede fucking auto met paarse velgen en. Oh mijn god, deze auto, jongens. Holy shit, man. Even kijken, waar zullen we heen? Ik ga de auto even afleveren bij huis, hoor. Ik wil geen risico lopen dat deze ook weer wordt weggejoekt. Dus even kijken. Zo. En ik wil wel eens weten wat dat tennis-icoontje nou precies allemaal inhoudt. Is dat iets met die tennisleraar of zo? God, kijk uit, jongen. Alsjeblieft, laat het ding heel. Het ding is echt fucking snel, maar laat hem heel. Alsjeblieft. Voorzichtig rijden. Bussen midden op de weg hier. Jezus. Het ding is echt turbo speed gewoon. Als je dit ding gewoon voorbij ziet gaan op de weg, dan ga je gewoon op de rem en dan ga je gewoon wachten tot het hier voorbij komt. Dat kan niet anders. Dit is gewoon Michael's Midlife Crisis autootje. Die Bugatti Veyron gaan we echt helemaal zakelijk pimpen en alles. Maar dit is gewoon Michael's Midlife Crisis autootje. Ik vind hem leuk. Ik hoef geen Inferno. Vind ik niks aan. Had ik GTA 4 al. Dit vind ik veel leuker. Dus ik heb wat nieuws. Wat fresh. Vroom. Moet je gewoon horen, hè. Vroom, vroom. Episch gewoon. Hey, Big Daddy's home, as if anyone gives a shit. Inderdaad, Michael, no one gives a shit. Dus laten we meteen maar eens even die kant van Lester op gaan en zien wat hij voor ons in petto heeft. Lester, mijn mattie, gabber, gozer, homie, gast, mogel, ding, waar ben jij? Daar. Oké, wel. Die vervloekte hoest.
Jezus. Ik serieus haat die hoest. Even kijken. Oké, okay, op naar Leicester. Oké, okay, Leicester. Room shit. Leicester, waar ben je? Oh, dit is echt een fucking episch huis hier, maar goed. Ik wil eens even weten waar die Leicester uithangt. Leicester, where are you, you son of a gun? Eens even zien. Hier moeten we in, oké. Okay. Toeter. Holy shit. Holy shit. Geef dat. Moven. Dat is de auto die ik van het begin van de game al cool vond. Dank u wel. Wat is dat, een witte? Nee, dit is meer een Michael kleurtje. Sodemiet erop, serieus. Dit is nu mijn auto. Ja, sorry mensen, mijn excuses. Het spijt me allemaal heel erg, maar ik moet er langs. Deze auto wil ik alweer sinds het begin van de game rijden. Nice. Aan wie zullen we deze auto geven? Aan Franklin? Ja, moeten we hem even mooi pimpen natuurlijk. Hè? En dan is dit wel, misschien wel een geschikte auto voor Franklin. Who knows. Nou, voorlopig rijdt Michael er even in. In ieder geval voor deze kleine missie. Dit gaat ook lekker snel, daar hou ik wel van. Daar was gewoon een fucking Jeep die daar net reed, maar goed. Dit ding is ook echt wel super snel, maar het is ook een supercar dit volgens mij. Het is ook een sportwagen. Waarom is er nog steeds zo'n stipje daaronder in beeld? What the fuck? Nou, het zal. Hier moeten we in, Michael. Oh, godver. Heel goed gereden, gast. Heel goed. What the fuck? Heeft hij zijn wiel nou vermengd? Zeg maar niet. Oh, dat is een vuilnisbak. Geweldig. Geweldig. Weer verkeerd gereden. Hier moeten we heen. Move it or lose it. God nonderdje. Hoe moeilijk is het om die afslag te nemen? Kennelijk gigantisch interessant. Fucking uber moeilijk. Geen idee waarom ik dat interessant zijn, maar dat boeit me niet. Vroom vroom. Ik ben helemaal geflabbergasted door al die coole auto's vandaag. Het is vandaag coole autodag. Eens even zien. Goed, dus zien hoe hard het schatje gaat. En het is toch mijn auto niet. In ieder geval, ik ben niet van plan om het ding te houden. Dus what the fuck, waarom zou ik er zachtjes mee rijden? Right? Snelste auto ter wereld, volgens Jeremy Clarkson. Huurauto's. Oké. Okay. Oké okay dan. Dit ding is ook mooi chromachtig. Het glimt zo mooi. Dit ding is ook wel redelijk snel. Mijn Porsche-achtige ding, dat is natuurlijk nog sneller, maar goed. Dit volstaat ook wel. Eens even kijken. Oh god, oh god, oh god, oh god. In de ankers, in de ankers. Oké, okay, zo, hier langs. Oké, okay, kijk, 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 kijk. Dus zijn we vlakbij Leicester in de buurt. Hier moeten we in, oké. Okay. Goed, eens even zien. Dan moeten we even hier zo langs. Ja, en dan moet dat deze weg, moet Leicester wonen. Oké. Okay. Even een autootje parkeren. Even kijken. Ik zet hem hier al neer. Zo, kijk eens aan, Michael. Prachtige parkeer. Recht voor de ingang van Leicester's huis ook nog. Ge-fucking weldig. Oh god, wat. Wat is dit nou? Beware of dog. Zal ik eens helemaal laten zien. Waarom heb ik een shotgun? Het zal. Zal ik eens helemaal laten zien wat ik met die hond aan doe? Dan gaan we dit doen. Oké. Okay. Zo. Leicester, ik kom naar binnen. Je kunt maar weer naar binnen laten, gast. Oh, Michael, moet dat nou? Wat heeft Leicester ooit tegen jou gedaan? Ik heb zo het gevoel dat die Leicester een hele grote, rare gabber is. Dus even kijken. Leicester, holy shit, wat een hol, hè. Verschrikkelijk. Ja, ik had gelijk, het was een heel raar gastje. Oh mijn god, die gast is echt gewoon ugly. Nou, misschien omdat ik gewoon even met een oude vriend wil babbelen. Michael lijkt echt wel 10 jaar ouder zo, met dat haar en die baardsnor-achtige ding. I guess. Look, Leicester, about what happened before. I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you got to figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing. Was dat nou net het alziende oog? And a wife who don't love you no more. Hoe heet die lui ook alweer? He of the man is watching you. Geweldig. Hoe heet die lui nou ook alweer? Illuminati of zoiets. Zo was het. Ja, volgens mij wel. Zit jij zijn e-mails te lezen? Dat is fucking cyberfraude, Leicester. Dat kan gewoon niet. Is dat cyberfraude of is dat gewoon diefstal van gegevens?
Nou, het is in ieder geval verkeerd, Lester. Stoten, Lester. What the hell are you talking about? You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag. Dat is een mond vol. Dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your... Maar ik heb net dit mooie pakje aangedaan. Godverdorie, kan ik hem weer uitdoen. Call me when you're ready. Een beetje vriendelijker mag ook wel, meneer de Lester. Social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go. Nee, precies. Je geld. Just like the old days. Gezondheid. Go to Suburban Store in Vinewood. Oké, moeten we op naar Vinewood. Begrepen. Oké, goed. Wel, waar is mijn auto? Autootje. Wie heeft mijn auto weggezet? Wie heeft mijn auto weggezet? Ik wil het weten en ik wil het weten nu ook. My god. Geweldig. Oké, nou, we moeten naar een of ander winkeldingetje toe. Een of andere rare store. Fantastisch gereden, Michael. Mijn gabber. Zo, hup, hier even overheen. Of niet. Even een mooie 360. Helemaal goed. Kijk eens. Ah, jongens, dat is pas een manier om op de snelweg te komen. Neem een voorbeeld aan Michael. Eens even kijken. Wij gaan eens even supersnel rijden hier. Ja, want dat kunnen wij. Want we hebben een supersnelle auto. Toet aan de kant. Dit ding gaat volgens mij niet harder dan dit. Het is best wel een hele langzame auto als je het zo bekijkt. Hij is snel, maar niet lichtsnelheid snel. Zoals mijn andere Porsche auto ding. Hey, Schwa. Gaan ze allemaal met dezelfde auto als mij hier. Even kijken. Ik ben verkeerd gereden volgens mij. Yep. Oké, nou, gaan we eens even kijken. Hup. Oké, goed. Waar moeten we nou draaien dan? Oké, hier. Oké, nou, Michael, hup, deze afslag nemen, gast, oké. Dat is ook een manier om te keren op de snelweg, gewoon handrem erin. Overzichtig, hou hem, ja, ik hou hem, ik heb hem en ik heb hem nog steeds. Even kijken, hierheen. Zo, kijk eens wat een prachtige bestuurder Michael is, hij rijdt gewoon alsof het gewoon niks is. Even kijken, oeh, ja, toets. Ja, de car, Michael, de car, enige ding wat op draait. Nou, eens even zien. Ja, ik weet dat ik een loser ben. Het zal allemaal wel. Ik heb toch meer geld dan jij. Dus wat dat betreft mag je mij prima een loser noemen. Zo, prachtig geparkeerd. En we zijn er. Nou, iedereen aan de kant. Of ik vermoord jullie allemaal één voor één. Eens even zien. Oké. Suburban. Oké, het zal allemaal wel. Wat, we staan al. My god, die gast die sloeg mij gewoon op mijn achterhoofd. Jezus. Nee. Zie ik eruit alsof ik mijn baan heb verloren. Fucking maatpak. Fucking koekapsel. Ja, maar jij faalt gewoon. Je bent weer zo'n idiote stoephoer. Nou, wat heb je voor mij in de aanbieding? Eens even zien. Buy outfit. Eens even zien. God, dat is gewoon lelijk. Dit is ook gewoon erg. Wat gaat Michael doen? Vissen in godsnaam? Jezus, doe me een lol, hè. Even kijken, het moet nerderig zijn. Oké, nou, wat staat nerderig? Iets met een logo van iets erop of zo. Hé, een fruitlogo ding. Oké, dit is wel prima. Dit staat Michael ook dan wel het beste. Eens even zien. Oké, nou, nu heeft hij nog iets van broekjes nodig. Oh, dat heeft hij al. Oké, nou. Ziet dit er een beetje goed uit? Oh, oké. Het ziet er goed uit dus. Go to the Life Invaders office. Holy shit, het gaat echt gewoon super lang duren hier. Eens even kijken, waar is mijn auto? Auto is hier, oké. Mooi sprong, Michael. 10 plus, eens even zien. Goed, nou, Life Invaders office. Zo, Alek idee. Ik ben Lester aan het bellen. Dat is niet zo handig, Michael. Het mag niet rijden en bellen tegelijkertijd. Mag niet van de staat. Campers op de weg, Jezus. Ik vind het prima, ik heb sigaretten genoeg. Aan de kant jij. Ik ga even pro rijden hier.
Ik weet niet wat het is, maar ik ben echt goed in rijden in GTA. Ik weet niet wat het is, maar kijk dan, ik bots gewoon praktisch nergens meer tegenaan. Net toen ik dat zei, bots kerst tegenaan. Skills. Live Invader Office, here we go. Ja, we zijn er. Oh, 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 oh. Gefucking weldig, Michael. Hoe kreeg je dat voor elkaar? Hoe kreeg je dat voor elkaar, Michael? My god, nou kom met die auto, mens. Ja, jezus. Super skill, Michael. Jezus, hey. Alleen Michael kan auto's zo parkeren. Jonge. Live Invader. Wat is dat in godsnaam voor naam? Leven Infiltrator. Zou vast er een of andere secret agency bro zijn van Mark Rutte of zo. Nederlandse ambassade. Live Invader. Typisch. Zie je wel zitten hoor. Oh jongens, krijgen ze er een nekkie van zo. Dat was een hele verkrikte lach omdat ik ook half aan het hoesten was. Geweldig, gewoon al skills. Wat is dat in godsnaam voor rare kubus waar ik in godsnaam mee zit te praten? Nee. Wat moeten we doen voor jou, gast? Follow the programmer. Oké. Moet ik doen dan? Moet ik gaan hacken of zoiets? Of moet ik iets installeren? Of moet ik iets verwijderen? Of wat moeten we allemaal gaan doen? Wat is de bedoeling precies? Ik vind Michael er best wel boss uitzien zo. Met die slippers aan en zo. Super cool. Ja, hallo mevrouw. Donder maar aan het op. Wat moet ik allemaal gaan doen? Hallo iedereen. Ja. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. What the fuck is dat voor rare kubus? Oh mijn god, oké, wel, geweldig. Oké, wel, dit moet ik allemaal blurren, want het is gewoon niet voor kinderoogjes beschikbaar, dit. Oh, porno hier, wegwezen, ga weg. Klik. You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups. Oké, wel, die moet ik allemaal eruit filteren. Ik moet het allemaal gaan blurren. En bewerken en meuk. Het is nog fucking moeilijk, want die muis die reageert de half van de tijd niet. Even kijken. Ja, nee. En dan nog één en dan halleluja. Oké, run die antivirus software. Oké. Scan. Nee. Alleen maar weer van die rare meuk. Weer blurren. Geweldig. Exterminate. Goed zo. Na einde blur. What the fuck? Nee. Frieskelo. Nee. What the fuck? Rick die prototype. Find by me. Wat bedoelen ze met Rick in godsnaam? Bewerk? Vul het aan? Ik weet het niet. Het is ook allemaal zo easy gewoon, hè. Laat iedereen ook zomaar naar binnen. Halve boer hier. Kreeg jij je water drinkt onder opnames? Oké, en nu? Michael, je bent je tas vergeten. Michael, je tas. Oh god. Imagineer room. Work hard, play hard. Oké. Ik wil ook wel een mooi bord op mijn school hebben. Kregen we waarschijnlijk ook allemaal vrij en zo. En ja. Zou cool zijn. Geef mij. Ik wil spelletje doen. Michael wil een spelletje doen. Nou, dan niet. Niks werkt hier in dit gebouw. Jullie zijn waardeloze programmeurs. Live tomorrow. Helemaal mee eens. Even kijken. Goed. Nog verder naar beneden. Uiteraard. Oké. Hallo mevrouw van Live Invader. Hoe gaat het ermee? Dank u wel. Oké. Naar buiten. Goed.
Watch the keynotes at Michael's house. Ik vind het helemaal prima. Alleen, waar is mijn auto dan? Weet je wat? Ik heb toch iets van een nieuwe auto nodig. Dus dan zoeken we er meteen nog maar eens even een. Yo, dit volstaat wel. Een van de Aston Martin-achtig dingetje. Beroof die man maar eens even van zijn auto. Goed zo. Lester, the things in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend. Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Helemaal mee eens, Michael. Allemaal hetzelfde. Black Ops 1, Black Ops 2, allemaal één pot met nat. Even kijken. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Holy shit, dat was echt fucking dichtbij. Maar goed, we zijn dus een heel eind omgereden. Geweldig, Michael. Oké, nou, we zijn thuis. Nou hoop ik alleen dat mijn auto er nog is. Als mijn auto er niet is, ga ik huilen. Serieus, als mijn auto er niet is, ga ik echt huilen. Oké, mijn auto is er nog. Gelukkig. My god. Ik was echt gaan huilen, serieus. Even zien, goed. Nou, en nu? Wat moeten we nu doen? TV kijken of zoiets? Ik moest iets gaan bekijken. Het zou wel met de tv te maken hebben, denk ik. Oh god, die dat wijf weer, hè. No, I'm watching Famous Shame. I'm watching Famous Shame. Donder op, wijf. Goed zo, het is even lekker ervoor gaan zitten, Michael. Oké, nou, change channels. Oké, nou, wat hebben we hier? Nou, dit is live invader. Oké. Wat moeten we doen? Wait for Jay Norris to pull out the prototype phone and then give him a call. Oké, nou, het zal. Het ziet er net uit. Dit lijkt precies op dat helezelfde gedoe als toen Sony en Microsoft hun nieuwe consoles lieten zien in. Wat was het alweer? De E3. Geef ze een hele speech houden en uiteindelijk kwamen ze met kotsmisselijk lelijke consoles aan. Echt verschrikkelijk, die niks konden en helemaal poep waren. Behalve de PlayStation 4, want die is gewoon epic. Maar dat is van PlayStation. Dus het is nog poep. Dus ja. Het is Sony. Man, wat heb ik vanavond? Ik ben alleen maar aan het boeren en jongen. Nou, wat moet ik doen? Pak de telefoon eens, man. Er is geen reet aan hier. Hallo, een beetje vieze gebaren maken hier, wat denk je wel niet? My god. Oh, nu moet ik bellen waarschijnlijk. Oké, contacts. Amanda, Dave, Meuk, Dr. Freelander, Franklin. Oh, Jay Norris, dat is die Quibus, toch? Ja, het zal wel. Hé, hey, ja, kijk. Hallo, ik ben Michael. Oh, mijn god, wel. Pak me vast een zakje ijs en bel me een ambulance, want dat gaat pijn doen, denk ik. Ja, dat is ook een manier om met iemand af te rekenen, hè. Is het gewoon een bom in de telefoon? Why the fuck not? Waarom belt hij niet gewoon meteen met een C4? Hè? Wel dan. Nou, Michael is hier in ieder geval episch uit. Dat is iets. Mission passed. Friend request. We hebben brons gehaald. Pop-up clears hebben we binnen 56 seconden niet gehaald. En mission time hebben we ook niet gehaald. Wel, fucking geweldig. Nou jongens, ik denk dat ik het hierbij ga laten voor vandaag. Ik vraag jullie even om een leuke kleine like achter te laten. Abonneer ook nog even. En volg me nog even op Twitter. @ShadowGames23. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Wat is dit? We zijn Lester aan het bellen. Oké, Lester. Het is altijd zo. Als ik een aflevering afsluit, belt het volk. Of ga ik altijd bellen. Ik weet niet wat het is. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. Zit nou? Nu krijg ik een plant in beeld. What the fuck? Oké. Hey, ik zie daar een Mad Cat. Die gaan we eens even pakken.
Ik wil even een medikit gebruiken. Dank u wel. Michael is voor full health. Maar goed jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. In de volgende aflevering zullen we denken, ik weet niet voor wat met Franklin gaan doen of zo, want ik wil eens een keer wat meer met Franklin doen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.